Vluchteling zijn is geen sinecure. Je vlucht al dan niet met gezin. Maar als je alleen bent, sta je ook alleen voor alle situaties en problemen. In Zaanstad hebben we voor deze Syrische groep mensen die, als ze goed zijn ingeburgerd en statushouder zijn geworden, een opstapje gegeven om werk, stage en vrijwilligerswerk te gaan doen. Onder het genot van veel Syrische gerechten worden potentiële werkgevers en instellingen gekoppeld aan de welwillende vluchteling. Zo wordt de integratie op een soepele manier vergemakkelijkt. Zaan TV is erbij, in het Syrische restaurant Bab Touma. Ik ben Fatina Mahelia. Mijn man is Mohamed Jaban. Wij hebben elkaar anderhalf jaar geleden ontmoet. We raakten verliefd en wij wonen nu samen. We zijn getrouwd sinds een paar maanden. Ons restaurant heet Bab Touma Restaurant. En het is eigenlijk een initiatief die ontstaan toen Mohamed in het vluchtelingkamp zat. Hij wilde iets doen in Nederland en vooral omdat hij uit de horecawereld komt. Hij heeft altijd als een chef gewerkt. Hij zag de mogelijkheid in Zaanstad, aangezien dat een groot gat in de markt is betreft Syrische eten of Midden-Oosterse eten in Zaanstad. En we zijn het restaurant eigenlijk een half jaar geleden geopend. En daar zijn we nu. Daar zijn we nu. Welkom in Bab Touma. Fatina, waar ben je? Mohamed, waar ben je? Ik wil even een applausje voor Fatina en Mohamed, de eigenaar van dit restaurant. Vanuit de sluis hebben we jullie ook geholpen bij het opzetten van de Facebookpagina en Instagram. En jullie doen het nu helemaal lekker zelf. Oké, als er vragen zijn van werkgevers over regelgeving of wat dan ook, dan weten jullie een beetje bij wie je terecht kan straks. Het doel van deze avond, want daar gaat het nu natuurlijk om, is eat and meet, eten en ontmoeten. We hopen dat alle nieuwkomers die hier aanwezig zijn een groter netwerk krijgen door deze ontmoeting. Of misschien een vervolgafspraak met een potentiële werkgever, een meeloopdag of misschien wel een baan. Hè, misschien kent iemand weer iemand anders die diegene aan een werk kan helpen. Dus maak er een leuke avond van. Eet lekker. Vertel iets over jezelf. Ik ben Ibrahim, ik kom uit Syrië. Mijn beroep in Syrië was designer van de kleding. We zien hier best wel veel bezetting. Ja. Waar hoop je op? Mensen door deze avond een groter netwerk krijgen. He, want je moet toch werk of vrijwilligerswerk of echt een betaalde baan, moet je toch vaak via krijgen. En dat is precies waarom we deze avond organiseren. Dus ook al komt er niet meteen een baan uit, in ieder geval hebben de mensen een groter netwerk wat ze kunnen inzetten om hen weer verder te helpen, sneller te integreren. Daar doen we dat voor. Kleine logistiek denk ik nog voor vanavond, want ik sta naast dit bord. En jullie vragen je misschien af, wat doet dat bord daar? Wij gaan ervoor zorgen dat de connecties die vandaag gemaakt worden, als jullie iemand gesproken hebben die je interessant vindt, waar je graag verder mee wil praten, dat we het opschrijven en dat we jullie gaan helpen bij de opvolging daarvan. Wij kennen jullie allemaal en wij gaan zorgen dat jullie met elkaar goed in contact komen. Ik ga even iets verder weg van de box staan. Dus zo gaan we dat doen. Als je dat ergens kwijt wil, schiet iemand aan van Newbies of van de sluis of van de gemeente. We kunnen daarbij helpen. Nou, ook namens het college vinden wij het ontzettend fijn dat deze bijeenkomst vanavond hier kan plaatsvinden. Ik wil heel hartelijk bedanken Truus en Sarah van de sluis en Annemiek en ook de Rotary die dit mogelijk maakt om dit event met elkaar hier te vieren vanavond. Met elkaar te eten, te spreken. Wij vinden als gemeentebestuur ontzettend belangrijk dat vluchtelingen die in de stad komen, statushouders, vanaf dag 1 kunnen meedoen. Wij zetten hier in Zaanstad in op dat mensen vanaf dag 1 kunnen meedoen in de samenleving. Ja. Daar heeft Nieuwbies een belangrijke rol in gespeeld en de sluis ook. Ja. En
absoluut. Ja. Ja. Dus ja, als je dan mensen elkaar zijn kan 2-3 jaar in Nederland en spreken perfect Nederlands. Ja. Nou, dat vind ik knap. Daar heb ik bewondering voor. Ja. En sommigen zijn al vrijwillig aan het werk. Anderen zijn al aan het werk. Ja. Ja. McDonald's zit ik net mee te praten. Die heeft 20 statushouders aan het werk. Maar ik vind dat wel bijzonder.